We beginnen met borstvoeding te geven. En na een tijd gaan we de fles geven. En, zo, en dan gaan we ze leren lopen. En straks elke een klein beetje verder. Tom en Clarita Holswilder zijn niet in blijde verwachting van een baby. Na bijna 40 jaar hebben ze woensdag afscheid genomen van hun koetshuis de Burgt. De zaken gaan heel goed. Je merkt gewoon dat je ouder wordt. En ik heb wat hartklachten. En dat doet me wel besluiten om een stapje terug te doen. En je merkt gewoon, je wordt ouder. En eigenlijk dat is eigenlijk de grootste reden. De Holswilders gingen op zoek naar een geschikte opvolger en kwamen uit bij 3 Leidse ex-profvoetballers. Nou, de ervaring die zit merendeels bij Barry. Dat is iemand die al jarenlang in de horeca heeft gewerkt. Ik heb redelijk wat ervaring. Maar ik moet zeggen, we zijn natuurlijk ook omringd met een fantastisch team. Het bedrijf is al natuurlijk al gewoon lopend. Dus we hoeven er niet veel aan veranderen. Het is een begrip. We willen ook gewoon de mensen blijven behouden die al komen. Maar we willen ook nieuwe mensen verwelkomen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En het zijn 2 bedrijven, zoals je ziet. Het is niet alleen maar 1 kant. En we hopen dat dus ook door andere activiteiten te ontplooien, dat er ook andere mensen op afkomen. En meer leven in de brouwerij eigenlijk. En voor wat voor soort activiteiten spreek je dan? We hopen door misschien in de weekenden een band uit te nodigen, maar misschien ook andere activiteiten, culturele activiteiten. We kunnen ook kijken voor bijvoorbeeld, we zijn bezig om eventueel comedyavonden te organiseren. Maar zo zijn er veel meer ideeën die nog bij ons opkomen. En we hopen dan door dit aan te pakken dat we daar ook echt verandering in kunnen brengen. De voormalige eigenaren zijn nog niet helemaal weg uit de Burgt. Nou, voorlopig geef ik dat kindje nog elke dag borstvoeding, want we zijn nog elke dag erbij betrokken allemaal. En dat is ook een van de redenen waarom het zo leuk is hoe het gaat nu met die jongens. We zijn er gewoon elke dag nog en dat is alleen leuk. Alleen ik heb me niet meer de eindverantwoording. Volgend jaar geven de Holswilders nog een groot afscheidsfeest in Las Vegas-stijl. Daarna moet de Burgt het zonder hen doen.